Wereldwijd is gisteren Wereldsuïcidepreventiedag herdacht. Ook in Suriname heeft het ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke voor de gezondheidszorg stilgestaan bij deze dag. 10 september 2019 is daarom de dag om meer dan ooit aandacht te trekken voor de suïcideproblematiek. Suïcide wordt gekoppeld aan geestelijke gezondheid, zoals depressie en alcohol- en drugsgebruik. Suïcide is echter te voorkomen. Het beleid van het ministerie van Volksgezondheid is erop gericht om samen met belangrijke partners meer invulling te geven aan het Nationaal Suïcidepreventie en Interventieplan 2016-2020. Samen met het PCS en de PAHO staat er een suïcidecongres gepland voor 7 oktober 2019. Het doel is een voorstel te formuleren voor een nationale suïcidepreventieaanpak voor Suriname.